Hey, hier zijn we. Ik ben Rashid Lamrabat. Ik werk mee aan NUFSIT, een culturele avond die we organiseren één keer in de maand in het cultureel centrum van Berchem. Het is eigenlijk een mix van poëzie, literatuur, comedy en met een liveband erbij. En ik ben verantwoordelijk om de coördinatie en de organisatie van de vrijwilligersgroep te doen verlopen. Ik heb dat gekocht en ik krijg nu al een keer een sms van kan ik er nog bij. We werken met een pool van ongeveer 15 mensen per avond. We hebben een team aan de bar. We hebben een team aan de inkom en we hebben een team dat achter de schermen het eten klaarlegt enzovoort. Nu ziet hij er echt schoon uit. Hier doet jij. En we hebben een team ook dat de artiesten ontvangt. So, yes, welcome. Hey, listen, I will be speaking English to you. You don't have trouble with that, do you? Maar die is eigenlijk gewoon een avondje uit, moet dan een beetje helpen. Je zit een andere wereld, je ontplooit jezelf een beetje in, je ontdekt jezelf. Je ziet waar je echt staat, je ziet ook wat de mogelijkheden zijn en wat er allemaal bezig is. En ook zeker als student en als jongere, weet je, nog zo'n heel leven voor je. Bedoel, probeer van alles een beetje te proeven als je de kans hebt. Wanneer we eigenlijk een oproep gaan doen naar vrijwilligers, dan zijn we ook meteen erbij om een vriend of een vriendin te engageren, omdat het gemakkelijker is en leuker is om met die specifieke vriendin te komen werken, zeg maar. En, want die genieten natuurlijk ook mee van de avond, hè. En zo creëer je eigenlijk heel snel een hechte groep gewoon. Zo is dat bij ons gebeurd eigenlijk. Er was een vrijwilligster die eigenlijk ons een keer meegepakt omdat er handen tekort waren en dan zijn we eigenlijk er zo in geraakt. Actually, to tell the truth, it's very fascinating to see such integration going on here. Dit is multicultureel. De helft is van Vlaamse afkomst en de andere helft is van Marokkaanse origine. Dus die voelen zich gewoon thuis. Looking at this audience, I should say hello to you in the language that you all communicate in. Am I right? Yeah. Good. So, salam alaikum. Welcome in Antwerp. Yeah. Waar hebben wij mee werken? Dat is een gemiddelde leeftijd van tussen de 20 en de 30. Die zijn oud en wijs genoeg om hun verantwoordelijkheid te nemen. En er wordt ook niet met een autoriteitsgevoel naar gekeken, naar de vrijwilligers. Voor ons zijn dat vrienden, dus we proberen op hetzelfde niveau ook te communiceren. En zeker geen vingerken wijzen of zo. Maar ik heb zelf ook heel veel vrijwilligerswerk vroeger gedaan. En van zodra dat mensen met de vinger wijzen, dan was ik weg. Dan was ik gewoon weg, omdat ik voelde van, ja, maar je moet eerst en vooral appreciëren dat de vrijwilligerswerk wordt gedaan. Thank you.